Nou, ik zit in mijn auto en ik ben volgens mij supergoed verzekerd, dus ik rij helemaal veilig. Maar nu hoorde ik dat iemand anders met dezelfde auto, maar op een andere plek, een andere premie betaalt. Ik ben Bente en ik vraag me af, hoe wordt mijn premie bepaald? Hey, Bente. Patrick. Hey, hoe is het? Ja, heel goed. Mooi. Ik heb een paar vragen. Ik betaal nu ongeveer 44 euro premie voor deze. Ja? En dan hoorde ik dat een vriendin van mij minder dan 40 euro voor dezelfde auto betaalt. Dat kan. Hoe kan het dan? De premie is een redelijk grote puzzel van een aantal factoren die de prijs bepaalt. Ja. De zwaarste die meetelt is hoeveel schadevrije jaren je hebt opgebouwd. Ah. Dus op het moment dat jij geen schade claimt bij je verzekeraar, ga je ieder jaar weer een stapje omhoog. No claim. No claim. Ja, want je claimt geen schade. En hoe werkt het dan op die ladder? Heb jij nou een ongeval veroorzaakt en heb jij schade, dan moet dat vergoed worden aan de tegenpartij. Hoeveel schade jij maakt in een jaar, stel jij maakt een schade, kan je 5 treden al naar beneden vallen. Op de ladder? Op de ladder. Okay. En dan ga je qua premie omhoog. Ga je omhoog. Volgens mij begin ik het nu wel te begrijpen. Heel goed. En elke schade die ik rij, is die dan gelijk funest voor mijn korting? Nee, de schade die je zelf toebrengt, heeft daar invloed op. Maar schade die aan jou toegebracht wordt, of schade waar je niks aan kan doen, zoals ruitbreuk, die schades hebben geen invloed op jouw no-claim-korting. Wat zijn dingen die heel veel invloed hebben op je premie? Op mijn premie? Als je schade krijgt natuurlijk. Hoe lang je schade vrij rijdt, toch? Als ik iemand anders aanrijd. Ja, dat moet je niet doen. Maakt het nog uit waar je woont? Volgens mij niet. Volgens mij wel. Echt? Noemen ze andere dingen die nog invloed hebben op die premie? Als je net je rijbewijs hebt. Wie denk je dat meer betalen, mannen of vrouwen? Zult u eerlijk zeggen? Ik denk vrouwen. Ze zeggen dat vrouwen minder kunnen rijden dan mannen, hè? Dus ik denk dat het wel uitmaakt. Nou, mijn man zegt altijd, oh, zit weer een vrouw achter het stuur. Ik zeg het niet, hoor. Nou, ik ook niet. Ik heb mensen horen zeggen. Geslacht. Heeft dat ook nog invloed op op mijn premie? Nee, heeft geen invloed. Het is toch gebleken dat mannen en vrouwen wat dat betreft eigenlijk gelijkwaardig rijden. We kunnen niet discrimineren, nee. Natuurlijk. Heeft mijn leeftijd nog iets te maken met mijn premie? Het heeft invloed. Als jij net beginnende bestuurder bent en nog vrij jong, rond de 24 bijvoorbeeld, Dan is het risico net even wat groter. Als jij een stuk ouder bent, bijvoorbeeld 60, dan gaan ze de premie ook iets verhogen. En als ik in de stad woon, is dat duurder dan in een dorp? Ja. In Amsterdam is het natuurlijk hartstikke druk langs die grachten. Dus je hebt gewoon veel grotere kans op schade aan je auto. Gaat het dan op regio of om postcode? Nee, echt op postcode. Is het inderdaad in de grachtengordel of woon je net buiten Amsterdam, maar toch in Amsterdam, dan gaan ze daar naar kijken van, nou, wat is je postcode? Maakt het nog uit of ik in deze aankom of in deze bij de verzekeraar? Ja, dat maakt zeker uit. De nieuwprijs van deze auto is een stuk hoger dan die auto. Ja, duur, deze was misschien 7 euro. Ja, nou in dit geval is de premie niet zo heel erg hoog. Nee, maar op het moment dat jij gewoon een mooie Ferrari gaat rijden, dan zegt de verzekeraar van diefstalgevoelig, heel hoog. Schadegevoeligheid qua reparatie, hartstikke hoog. Geen Ferrari rijden dus. Heb je nog tips? Ja, op het moment dat jij een schade hebt, probeer je schadeschouw in één keer in te dienen. Mocht het op een gegeven moment zo zijn dat jij achteraf denkt van nou, ik betaal de schades toch liever zelf, zodat mijn premie gewoon weer normaal doorloopt, dan kan je binnen 12 maanden dat nog doen. Ja. Als tweede tip, betaal je premie in één keer. Op het moment dat het financieel voor jou mogelijk is, want dan krijg je korting. En kijk bijvoorbeeld dus naar een veilig rijden autoverzekering. Dat scheelt gewoon in premie. Zelfs in je Ferrari? Zelfs in je Ferrari. Super bedankt voor je tips. Graag ik stap dan. Nu met een gerust hart de auto in. Krijg ik daar nog korting voor als ik daarmee de auto instap? Nee, helaas. Daar houdt het me op. Niks aan te doen. Heb jij trouwens nog vragen? Laat het me weten, want dan zoek ik het voor je uit. Ik zie je later. Doei! Hoi!